Begon als een normaal debat over een onmogelijke nexit in ons parlement gistermiddag. Ontaarde in bedreigingen vanuit Forum voor Democratie voorman Thierry Baudet richting Jesse Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Toen hij vragen stelde over banden met Rusland. Vandaag werd Baudet ontboden door Kamervoorzitter Bosma. In een debat waarin forumleider Baudet vragen kreeg over mogelijke banden met Rusland. Daarom ben ik boos. In elk andere situatie zou iemand je op je bek slaan. Toen het debat klaar was, gingen ze nog even door. Baudet dreigde Klaver nu direct dat als hij er nog een keer over zou beginnen, hij hem dan op zijn bek zou slaan. Forumleider Thierry Baudet had zich vanmorgen moeten melden bij Kamervoorzitter Martin Bosma, maar hij is niet op komen dagen. Hij heeft gezegd dat hij er spijt van heeft wat hij gisteren gezegd heeft. Ik zou het op prijs stellen als hij zijn excuses maakt. Ik zou het nog meer op prijs stellen als hij ook duidelijk maakt aan zijn achterban meningsverschillen oplossen met geweld, dat nooit een oplossing is. Sinds gisteren loopt al mijn mailboxen lopen vol met bedreigingen. Ja, ook aan tafel is Koen van de Ven. Jij doet al jaren onderzoek naar de Russische inmengingen. En vandaag werd bekend dat er mogelijk geld is gegaan naar Nederlandse politici vanuit Rusland. Dat was precies natuurlijk waar het debat ook over ging, hè, Jesse? Ja. Maar eerst even over gisteren. Wij hoorden natuurlijk door de microfoon zeggen van dat Baudet zei, ik sla je op je bek in een andere situatie dat ik dat gedaan. Toen ging de microfoon uit, toen werd dat herhaald, neem ik aan. Ja, dat klopt, dat werd herhaald. Ik had hem in de tussentijd, ik had hem gevraagd om de financiële gegevens van zijn stichting. Mm-hmm. Want die moet je in Nederland deponeren bij de Kamer van Koophandel. Hij had beweerd dat het ook gebeurd was. Dat was niet het geval, dus ik had hem daar ook het schrift, dat had ik gezegd in het debat, maar ik had hem het schriftelijke bewijs daarvoor gegeven. En hij kwam naar mij toe en zei, ja, je hebt gelijk, we hebben het nooit gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Ik zei, nou, in dat geval, stuur het me maar op dan. Ga ik niet doen. En als je het nog een keer vraagt, nou, en toen herhaalde hij weer zijn woorden. Ja. En zei ik, wat zeg je nu? En toen herhaalde hij het nog weer. Ja. Je zei het net al eventjes, hè? Dan komen er ontzettend veel bedreigingen komen er op jou af. Het is vaak zo dat op het moment dat iemand iets vervelends zegt over Forum voor Democratie, dan ben je de pineut, om het zo maar te zeggen. Ja. Toch qua mails en ik weet niet wat je allemaal op je afgekregen hebt. Waar moet ik aan denken? Ik zeg er eigenlijk nooit te veel over, want hoe meer je erover zegt, dat lokt het eigenlijk nog meer uit. Alleen, gewoon de bedreigingen komen, laat ik het zo zeggen, er komen gewoon significant veel meer bedreigingen binnen nadat zoiets gebeurt. Maar laat ik ook heel helder zijn, dat is niet nieuw, dat gebeurt al heel lang. Mm-hmm. Ik laat me daar niet door afleiden. Heeft je aangifte gedaan? Nee, ik heb geen aangifte gedaan. Ik ga dat ook niet doen. Ben ik er klaar mee dat het hierover gaat, want het moet gaan over de vragen die ik heb gesteld aan Thierry Baudet, mm-hmm. waar hij geen antwoord op geeft. Ja. Dat hij niet duidelijk maakt waar geld van zijn stichtingen vandaan is gekomen. En dat is gewoon een wettelijke verplichting die iedere Nederlander heeft. Je moet zich eens voorstellen dat het een stichting is van een willekeurige bevolkingsgroep in Nederland die niet zijn jaarverslagen zou deponeren, hoe daar wordt gereageerd. En daar ga ik op doorvragen hoeveel die ook bedreigt, wat die ook doet. Ja, maar het gaat toch ook om fatsoen, Jesse? Het gaat toch om, ik bedoel, zo ga je niet met elkaar om. Ook niet. Nee. En vooral de Tweede Kamer heeft een voorbeeldfunctie. En als dit het voorbeeld is wat de Tweede Kamer onze jeugd geeft, hoe moeten wij onze kinderen erop aanspreken als ze zich misdragen? Maar goed, laten we wel heel eventjes kijken. Kamervoorzitter Bosma heeft excuses van Baudet gevraagd. Inmiddels heeft hij die dus via X gegeven. Hier komen de excuses aan jou, Adrien. Ik heb me toen te veel laten opjuinen door Jesse Klaver met name. En toen heb ik iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast. En toen deed hij, wat zeg je? Ik zei het nog een keer. En toen zei hij, wat zeg je? Dus echt dat uitlokkerige. Iedereen kent dat. Uit het uitgaansleven en dat soort dingen. En ik dacht, ik laat me niet intimideren. Dus ik zei het nog een keer. Echte bedreiging. Als je echt dus dat je met een geladen revolver naar iemand gaat en zegt, als jij dit doet, dan... En dat is echt een bedreiging. Daar is natuurlijk, zo'n situatie is absoluut nooit aan de orde geweest. En dat wordt er nu wel van gemaakt. Alsof ik in serieuze zin iemand echt aan het bedreigen zou zijn geweest. Dat is niet waar. Dus ik had het niet moeten doen. Sorry. Stom van me. Ik heb me laten gaan. Slip of the tongue. Heat of the moment. Wat denk jij, Kees, als je puber voor je staat en met deze excuses komt? Begin maar even opnieuw. Hij begint te zijn. Hij zou dus vanochtend bij Bosma komen, maar hij kon niet, want hij was kickbox. Hij was een kickboxles, ja. Dus, zeg maar, ik drink niet en dat is helemaal niet waar. En ik kan even niet reageren, want ik ben bij wijnproeverij. Ja. Dat is best raar, toch? Dus dat, maar ja. Maar dit is toch bedreiging? Bedreiging, maar dit is ik heb hem ook nog niet gesproken, maar bedreigen mag nergens. Hè? Maar wat ik extra pijnlijk vind is, de democratie is ongeveer uitgevonden om te zeggen, nou weet je wat, als we de macht overdragen, zullen we dat eens doen zonder oorlog. En als we het nou met elkaar oneens zijn,
dan gaan we iets bedachten, gaan we met elkaar praten, in plaats van dat je met elkaar gaat vechten of met elkaar op de vuist gaat. En aan het einde van de dag dan stemmen we en dan kijken wat de meerderheid was. En dan leggen we ons allemaal neer bij die besluiten. Dat is wat er in de Tweede Kamer, de kern van wat wij doen. Dit is hoe ik, als ik op de basisschool moet uitleggen wat democratie is, dan begin ik altijd hiermee. Dat is waar die aan tast. Ja. Het gaat er niet om wat hij precies tegen mij zegt. Het gaat over het fundament van onze democratie. Ja, dat is wat ik zo gevaarlijk vind. Maar wat denk ik wel belangrijk is, is dat jij waarschijnlijk heel dicht bij de waarheid zat. Anders zou hij nooit zo agressief reageren. Ja. Nou, laten we even zeggen, want hij heeft op X zijn excuses aangeboden. Maar hij heeft ook gereageerd op de aantijgingen dat hij banden zou hebben met Rusland. Het is nu al 8 jaar of zo dat men met al die verdachtmakingen komt. Oh, je wordt omgekocht door Poetin. Oh, de roebels, dit en dat. Er is nooit sprake van geweest. Het is absoluut niet waar. Heb ik al heel vaak verteld. Ja, u ziet spoken. Nou, kijk, waarom ik de vraag stel is omdat er vanuit Forum voor Democratie zelf mensen zijn geweest die hebben gezegd en ook appjes daarover hebben laten zien dat er banden zijn met mensen die heel dichtbij bij Poetin staan. Kornilov is er daar één van. En dat er betalingen zouden zijn geweest. En het enige wat ik vraag is om openbaar te maken gewoon de financiële stukken, zodat je dat kan controleren. En dat is, vragen we niet alleen aan Thierry Baudet. Dat wordt van alle politici, wordt dat gevraagd, sterker nog van alle organisaties in Nederland, om dat soort gegevens duidelijk te maken. Ja. Waarom? Dat het helder is welke belangen je hebt. Ja. Dus we hebben allerlei registers in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Dat zijn plekken waar je moet opschrijven of je cadeaus hebt gehad. Als je op reis bent geweest. Waar ben je geweest? Wie heeft dat betaald? Waarom? Niet omdat het verboden is om op reis te gaan of als een andere organisatie een reis hebt betaald, maar dat het transparant is wat je hebt gedaan. Dus dat als je een positie inneemt, dat mensen daarnaar kunnen kijken. Ja. Koen, daar doet hij niet aan mee. En dat is kwalijk. Ja, Koen, jij bent journalist van de Groene Amsterdam. Jij volgt dit ook al veel langer. Hè? Baudet die refereert zelf aan 1 jaar of 8 geleden. Dat was het moment dat er een Zembla-documentaire uitkwam. Jij refereert er ook al even aan. Nou, wat was dat precies? Nou, de Zembla-uitzending is van, ik zeg even uit mijn hoofd, 2020 ongeveer. Maar waar die aan refereert, in die 8 jaar, was de tijd van het Oekraïne-referendum. Dat was 2016. In die tijd, Jesse Klaver noemde de naam al, was hij op pad met Kornilov, een geboren Rus die zich voordeed als Oekraïne. Dus tot zover weet je al. En die Kornilov ging ook met andere politie op pad. Er is verbintenis tussen Nederlandse politici en Rusland. We hebben het er recent veel over Wilders die nog bij het Kremlin op bezoek gaat. De grote vraag die altijd in Den Haag, ik zou zeggen 1 jaar of 7 hangt, is, en ook in de journalistiek is, gaan er wel eens roebels over tafel? Ja. Is er ook wel eens geld betaald? En wat, vond ik echt Zembla samen met de Nieuwsbv heel knap deed, was dat ze eigenlijk voor het eerst aantoonde dat er in ieder geval heel veel rook daar was. En dat Baudet zelf, met zijn toenmalige partijgenoot Henk Otten, en daar heel open over had. En gewoon ook zei, ik bedoel, om even de situatie te schetsen, Baudet appte iets van, ik denk dat ik ga stoppen als betaald commentator bij Poont. Misschien heeft Kornilov nog geld voor hem. Oh, hier, misschien. Nou ja, daar, jullie hebben het op het bord staan. Wie is die Kornilov? Nou, dan zegt, dit zijn gewoon de appjes van Baudet zelf. Een Rus die werkt voor Poetin. Kijk, dat wil ik heel helder hebben gezegd. Mm-hmm. We hebben nooit een transactie gezien. De journalistiek heeft die niet gezien. Je hebt ernaar gevraagd, het parlement. Dus die vraag hangt. Met het nieuws van gisteravond en vandaag is ook niet bewezen dat hij die transactie heeft gehad. Maar we hebben wel voor het eerst, en dat is wel echt groot nieuws, weten we, er zijn wel degelijk roebels gevloeid van Moskou naar West-Europese politie, waaronder ook Nederlanders. Maar voordat we het daar even over gaan hebben, want dit is natuurlijk, we hebben het over 8 jaar geleden, daar refereert Baudet natuurlijk aan. Afgelopen weekend was het partijcongres voor Forum voor Democratie. Oh, ja. En daar was een van de belangrijkste gasten, was de ambassadeur van Rusland, en die werd zo geïntroduceerd. I'd like to express my specific welcome to the ambassador of the Russian Federation. We are very grateful that you're here. Just in case anyone would think that we imply by inviting the Russian ambassador that we take a particular position in the current ongoing conflict, we've also invited the ambassadors of every single NATO country, but they were too busy escalating the war, of course, so they couldn't come. Wow. Dat bewijst het punt, ook als er geen geld is. Nou ja, dat zegt iets als je al die mensen uitnodigt en hij komt, dat zegt iets over waar je ideologisch zit. Ja. Kijk, hoewel het nog steeds geen enkel bewijs is natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee, die verwarring is ook niet. Weet je, kijk, ik wil gewoon dat er transparantie is. Maar ongeacht of er geld over de tafel is gegaan of niet,
Er woedt een verschrikkelijke oorlog in Oekraïne. Poetin is volstrekt helder over zijn motieven geweest. Die gaat niet stoppen bij Oekraïne. De Baltische Staten zijn de volgende als we niet zorgen dat het daar stopt. We weten ook dat Rusland een hybride oorlog voert. Hè. Dat betekent, bij een oorlog denk je aan tanks en aan loopgraven en aan machinegeweren. Hybride oorlogsvoering betekent dat ze ook andere middelen inzetten, zoals het platleggen van websites, zoals is gebeurd bij de provincies deze week. Maar ook desinformatie verspreiden. En dat is het nieuws wat er nu is geweest. De website die nu online of offline is gegaan, waar de Tsjechische overheid onderzoek naar heeft gedaan, die verspreidt nepnieuws in Nederland. En je ziet dat politici, zoals Baudet, maar ook Geert Wilders, daar hun informatie vandaan hebben gehaald. En hebben gezegd, dit is topinformatie. Ja. Dus of daar nou geld over de tafel is gegaan of niet, er wordt nepnieuws verspreid wat rechtstreeks afkomstig is vanuit het Kremlin. En dat is een bedreiging voor onze nationale veiligheid. Ja. Kan jij meer vertellen nog over die site, Koen? Ja, dat is de website Voice of Europe. En dat is best een interessant verhaal. Zoals ik al zei, ergens, 7 jaar geleden begon die vraag te leven in Nederland. Kwam omdat onze minister van Binnenlandse Zaken, Kaasje Ollongren toen, die waarschuwde in brieven aan de Kamer, maar ook in talkshows voor. Ze zei, Nederland zou zich in het vizier van Russische desinformatie kunnen bevinden. Ja, wij zijn toen als journalisten, wij zijn het vooral Linda van der Pol van Investico en ik, op zoek gegaan naar, wat zijn die voorbeelden dan? Waar gebeurt dat? En heel snel viel ons eigen vizier op de website Voice of Europe. Ja. En de reden dat wij daarnaar gingen kijken is omdat iedereen dacht, daar zouden best wel eens Russen achter kunnen zitten. Het voert iets te ver om het hele verhaal hier te vertellen, maar het onthullende aan dat stuk toen was dat we vonden geen Russen, maar we vonden toen Nederlandse ondernemers. Dus dit is een website die een soort Nederlandse wortels heeft. Erik de Vlieger, een vastgoedman met andere investeerders, heeft die website opgericht. Toen met het idee om een radicaal rechtse nieuwswebsite van te maken. Zoals ze zelf zeiden, de Breitbart van Europa. Dat is de Amerikaanse radicaal rechtse nieuwswebsite. Nou, dat is eigenlijk gelukt. Die website ontstond. Die website had exclusieve interviews met Geert Wilders. Nou, alle journalisten weten hoe moeilijk dat is. En wij gingen dat onderzoeken, kwamen daaruit. Nou, fast forward naar nu. Ja. Ik moet één tussenstap maken. In 2000. Okay. Oh, sorry. Ja, dit wordt het te lang verhaal. Ja. Op oudjaarsavond 2019 verschijnt er een bericht. Wij stoppen ermee, maar er komt een doorstart. Ja. Nou, wat is er gebeurd? Dat hebben we vandaag kunnen brengen bij ons op de website. Is, zij wilden van die website af, hebben hem verkocht aan een Tsjechisch mediabedrijf. En toen kwam het daar terecht en toen is er een Oekraïense oligarch op ingestapt. En die is heel nauw met Poetin. Ik bedoel, Poetin is zelfs de peetvader van zijn kind, zo nauw is het. Ja. En dat valt in een tijd, in de Oekraïne-oorlog, waarin Rusland ziet al onze bestaande kanalen gaan omlaag, zoals Russia Today en Sputnik, en we hebben een ander kanaal nodig. Dus nou ja, dat is even een vogelvlucht, de website Voice of Europe. En gisteren, En vandaag is er dus bekend door de politici, kregen cashgeld uit Moskou via Tsjechië. En dat heeft dus te maken via die website. Ja. Volgende week is hier dus een debat over. Ja. Er worden geen namen genoemd. Gaan die er komen, denk jij? Dat weet ik niet. We hebben daar vandaag om gevraagd om die namen wel te openbaren. Dus ik hoop dat die namen er komen. Want dit kan je niet zo boven de markt laten hangen. Nee. Wie dat dan zijn of wat daar gebeurt. Dus ik hoop dat die namen daar komen. Ik hoop ook dat het YouTube-kanaal bijvoorbeeld van deze website, dat is nog steeds online, dat ook offline wordt. De website ligt plat, maar het YouTube-kanaal kan je nog steeds naartoe. Dat er ook af wordt gehaald. En vooral dat we, sorry. Ja. Het gaat ook niet alleen maar over Nederlandse politici. Nee. Het gaat over veel meer radicaal rechtse politici in Europa. En dat is, dus het is heel groot. Het is echt heel groot. En soms denk je, wat zou ik nou te maken hebben met politici uit bijvoorbeeld Duitsland, de AfD? Kijk, in Europa, in het Europese parlement, heb je familiegroepen van families. Dus verschillende partijen uit landen, die werken daar samen. En je ziet dat eigenlijk al die radicaal rechtse partijen, die werken allemaal met elkaar samen. Dus de PVV, die werkt samen met de AfD in Duitsland en met de partij van Marine Le Pen in Frankrijk en de partij van Philippe de Winter in België. En dat zijn allemaal partijen die worden toch in relatie gebracht tot deze Kremlin-propaganda. Ja. En ik vind het heel kwalijk als Nederlandse partijen straks in een soort van Kremlin-fractie zitten in het Europees parlement. Dan denk je, ik stem op een partij, want die heeft het beste voor met Nederland. Maar vervolgens wordt daar samengewerkt met allemaal partijen die rechtstreeks banden hebben met het Kremlin. Dat zou echt heel kwalijk zijn. Volgende week een debat. Dank jullie wel. Dank je.